Fotograaf Jan Ebbe is in Sint-Oederode zo langzamerhand een bekendheid. Gewapend met camera trekt hij erop uit om zijn foto's te schieten. Die foto's moeten natuurlijk gezien worden. Nu is dit mogelijk in Odendaal, waar een expositie wordt gehouden. Een lang gekoesterde wens, Odendaal en expositie van Jan Ebbe. Ja, eigenlijk zogezegd een belofte. Hè? Ik had 2 jaar geleden hier mijn expositie gehad. En dat was eigenlijk wel zo'n succes dat ik daarop teruggekomen ben. Maar ja, dat had ik jou al eerder verteld in het andere rondje hè, wat we gehad hebben. Dus gewoon voor de ouderen weer eens een nieuw succes voor de nieuwe expositie. En in een flink formaat. Ja, dat mag ik wel zeggen. Het is allemaal op een soort perplex gemaakte foto's en allemaal, je ziet het zelf, groot in beeld gebracht. En welke items kunnen we hier zien? Ja, van de ijsvogel tot de zeearend, tot noem maar op, de pestvogel boven, die hierboven hangen. Eigenlijk alles waar een klein beetje in de natuur rondspeelt, waar ik ook nog een heleboel foto's thuis meer heb, waar ik niks mee gedaan heb. Misschien nog wel eens een keer voor de volgende keer, wie weet. Want ideeën blijven er altijd, Jan? Ideeën blijven er altijd en foto's maken blijven we ook doen. Dus ja, zolang we dat kunnen blijven doen, ja, dan ben ik op mijn plaats. Welk onderwerp ligt jou nou het beste? Ja, daar staan we eigenlijk. De Witte zelf ook, je hebt mee in de tent gezeten, Mianne. Je weet hoeveel geduld hij ervoor nodig hebt. Ja, nou, dat is eigenlijk mijn passie, mijn ijsvogel. Veel tijd in zitten, veel werk mee bezig geweest. Maar ja, ook zoals bij deze zeearend, die hier hangt, precies hetzelfde. Ook heel veel werk mee. Tot daar een mooi plaatje uitbrengen, daar heb ik misschien wel honderden foto's van gemaakt. We spelen op het ogenblik 2 wedstrijden. Als we dadelijk boven even een keer naar boven lopen, dan gaan we kijken. Daar hangt de zwemster Elise Pennings. En daar heb ik een natuurfoto hangen aan de andere kant. Een foto over beweging maken in een foto. En die foto's zijn allebei een klein beetje genomineerd. Dus daar zit ik op te wachten tot ik daar weer uitslag van krijg. Hij is tweede, derde, eerste, vijfde, tiende. Maakt niet uit. Hij zit bij de genomineerden. Dus we wachten maar even af. Mij is het mijn fotografie naar buiten brengen. Naar de mensen toe. Van kom eens kijken, daar hangt er. En ja, de reacties die ik nou al gehad heb erop, dat is voortreffelijk. Dat is zo mooi. Mensen die zeggen van schitterend. We hebben hier zondag opening gehad en een presentatie gegeven. Een mooie dia-presentatie. Nou, en buiten hebben we een rondje gemaakt met alle mensen. En we hebben echt, was echt leuk. Was gewoon mooi. En tot hoe lang hangen jouw foto's hier, Jan? Tot 18 maart. 18 maart dan is eigenlijk ook de laatste dag. Dus dan 18 maart wil ik aan het opruimen gaan. Dan wil ik alles weer netjes verpakken. Want dan gaan we ergens anders een expositie houden.